Vanmiddag wordt in het ontmoetingscentrum De Koppelen in Oosterwijk-West de seniorenmiddag georganiseerd. Wij als Dolven waren erbij en we gaan even opname maken. Gaat u mee? Tegenover mij staat wethouder Wim Lemmens. Wim Lemmens, u was ook uitgenodigd voor deze middag. Ja, ik was gevraagd om een openingswoord te doen. En dat heb ik gedaan. Waar heeft u het over gehad? Nou, vooral eerst over dat het 35 jaar is dat deze middag georganiseerd wordt. En ze vooral welkom geheten en dat ze veel plezier mogen hebben aan deze middag. Maar ik heb het even gehad over de veranderende zorg. En de zorg die is veranderd. Vanaf 1 januari hebben we minder geld alles bij de gemeente georganiseerd. En dat betekent mensen zullen moeten inleveren. Dat zal hier en daar pijn doen, maar vooral ook een oproep gedaan aan de mensen. Organiseer je eigen plezier. En daar wil ik graag over meedenken. Ik zag u tussen de mensen inzitten en met mensen een gesprek aangaan. Is dat een soort van democratisch overleg met elkaar? Nou, dat is gewoon belangstelling. Ik ben wijkwethouder van Westend, ook van Pannenschuur. En ik vind het dan wel leuk om even met de mensen te praten. Gewoon te horen wat mensen bezighoudt. Bedankt voor uw tijd. Oké, graag gedaan. De seniorenmiddag wordt voornamelijk opgezet door vrijwilligers. En een van die vrijwilligers is Toon Verschuren. Toon, jij bent van nature iemand die komt uit Heukelom. En er zijn veel mensen uit Heukelom hier. Hoe is dat zo gegroeid? Nou, ik steeds ben trouwen. 20 januari 1965 ben ik hier in Oosterwijk komen wonen. En dat bevalt me verder goed. En via drie vragen ben ik hier toch bij de oude middag terecht gekomen. En ik vind het leuk om hier te assisteren allemaal. En het bevalt me hartstikke goed. Dus ja. Maar hoe komen al die mensen uit Heukelom hier terecht? Nou, het is eigenlijk vanaf de Moergesselseweg tot en met heel Heukelom die hier mogen komen. Dus, en hebben 365 brieven rondgebracht. En er zijn hier nou vandaag 199 mensen hebben er eigenlijk opgegeven om hier te komen. Dus er zijn er wel een paar afgevallen. Maar verder zijn ze allemaal aanwezig. Dus ja, en het gaat hartstikke goed. Ja. Dankjewel. Een van die rasvrijwilligers in de seniorenmiddag is Frans van Iersel. Frans, jij als vrijwilliger, hoe lang doe je dit al? 35 jaar doe ik dit al. Dus jij weet nog hoe het begonnen is. Hoe is het eigenlijk begonnen? Het is begonnen met de uitkomst van de wielronde. Dus je hebt zelf gezegd van de wielronde, de inkomsten daarvan, die positieve, die willen we besteden aan de ouderen uit de wijk.
En dat is eigenlijk de grondlegger daarvan, is Wim de Jong. En die heeft mij daar gevraagd om het technische gedeelte voor de handen te nemen. En nou, dat heb ik met veel plezier gedaan. En nog steeds doe ik dat met heel veel plezier. Maar gefietst wordt er niet meer? Gefietst wordt er niet meer. Wat moeten jullie nou opzetten om deze middag te organiseren? We moeten opzetten, dus de zaal klaarzetten, dus de tafels in de vorm die ze er nu staan. Dus eigenlijk, dat heb je ook inmiddels gezien. Dus tafels erbij, de stoelen erbij, de papier erop, alles erop en eraan, de koppen, de schouders erop. En dan zijn wij eens met een vrijwillig team hebben we erbij elkaar. Daar heb ik een beetje de leiding over. En ik stuur een beetje aan. En dan hebben we in een anderhalf uur tijd hebben we dus alles op. Maar zonder vrijwilligers is het niet te doen. Zonder vrijwilligers kunnen wij deze middag niet organiseren. Namens de senioren in Westend, hartelijk dank. Graag gedaan. Tegenover mij staat Gerard van der Wouw en zoals u op zijn borst kunt zien staat er een plaatje van het Rode Kruis. Hij is hier dus voor de mensen die eventueel wat krijgen. Maar hij loopt hier rond de show met bladen, drank. Hoe is het zo ontstaan? Dat is ontstaan uit nood. De mensen kwamen hier bediening tekort, dus hebben ze ons gevraagd, zijn jullie goed om ook mee te helpen? Graag, uiteraard. Ook daar zijn wij voor. Nou, ik merk dat je al jaren hier komt. Hebben jullie nodig dat jullie gewoon nodig zijn of valt dat wel mee? Gelukkig hebben we nog eigenlijk heel weinig gehad. Maar ja, mocht het nodig zijn, dan zijn we er. Dat... Ja, met een zaal vol senioren, en er zijn er heel wat bij boven de 80 en 90, kan er alles iets gebeuren. Ja, dat klopt. Maar gelukkig, ja, in het verleden is er wel eens ooit gebeurd en sindsdien zijn we eigenlijk altijd hiervoor aanwezig. Gerard van der Wouw, je bent een voorbeeld. Hartelijk dank. Graag gedaan.